Als er vragen zijn, stuur ze zeker door en dan proberen wij die vragen te beantwoorden. Ik ga eens kijken of dat Hanna of Klaasje. Hier, Klaasje. Yay! Ah, hoor je mij? Ja. Oh my god, nu doet hij het wel gewoon weer. Oh. Hé? Zo raar, man. Maar ik heb dus al heel lang last met mijn telefoon dat steeds het geluid uitvalt. Ook als ik in selfie-stand, zeg maar, filmpjes opneem, dan is het continu het geluid kapot. Dus. Maar ja. Ik merkte wel, als ik opnieuw een verzoek wou sturen, als ik eruit ging, dat het dan vastliep. Dus misschien was het over verzoeken. Ja, moment of zo. Maar ik zit wel super dicht bij de wifi, dus daar zou het niet aan liggen, maar geen idee. Oké, gelukkig werkt het nu terug. Ja, top. Oké. Kijk wat vragen binnenkomen. Iets leren. Hoe bevalt TikTok? Oeh! Ja, ik vind TikTok echt mega leuk. Maar het kost wel heel veel tijd, hè, die filmpjes. En Martin, jij hebt ook net begonnen, hè? Echt ja, mega leuk. Ja, ik vind het vooral heel leuk hoeveel dingen dat er mogelijk zijn op TikTok. Ja. Ik vind dat echt zot in hoeveel originele dingen dat je voorbij ziet komen van al die kids en zo ook. Ik vind dat echt iets... Ik had het nog niet ontdekt tot voor kort. Maar ik vind het echt een supercoole app. Dat was nog vroeger Musical.ly, hè? Ja, klopt. Ja. Ik vind het ook leuk, je inspireert elkaar heel erg erop. Dan zie je weer gekke filmpjes en dan denk je, hé, dat ga ik ook doen. Ja. Maar ook echt crazy dingen, man. Sommige dingen dat ik echt denk, huh, hoe is dat? Ja. Bijvoorbeeld door dat gat heen. Ah, ja, maar dat is meer mee editen. Dus dat is niet dat je dat echt op je TikTok zelf moet doen. Dan moet je elk een beetje apart doen op dit moment dan. Ah. Dus ik neem het op via TikTok zelf. Ja. Maar dan moet ik dat opslaan en dan een beetje editen. En dan pas terug. Ja, het is een soort een van heel... beeldjes in elkaar schuiven. Ja, ja. Ja, knap ja. Hoor. Maar je moet het ook niet verklappen. Je moet het geheim nog niet weggeven. Kijk hoor. Oh, Mama? Ze zeggen, we zien Klaasje niet. Nou, geen idee of dat zo is, maar... In ieder geval, nu doet mijn geluid het wel. Mm. Mijn kat heet ook Modest. Iemand. Echt? Ja. Ah! Oh, schattig. Ja, ja. Nou jongens, kom maar op met al die vragen. Wat doen jullie in deze periode? Nou. Ik haal mijn slaap wel een beetje in. Mijn ritme is wel helemaal naar de bom. Want ik merk dat ik zo heel laat opsta en dan niet moe ben s'avonds. Waardoor ik ook heel laat ga slapen. Waardoor dat, ja, ik leef eigenlijk meer 's nachts nu. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar... Ja, ik had het de eerste week heel erg. De eerste week kon ik echt niet in een ritme komen. Omdat ik toen zoiets had van, ja... staat natuurlijk vol gas in de voorbereiding van de shows. En daarna in één keer helemaal niks meer. Maar ik heb nu juist wel zoiets van, oké, 's ochtends wekker zetten. En ik probeer nu wel 3 keer in de week in de ochtend te sporten. Want dan ben je meteen lekker begonnen aan je dag. Dus dat doe ik nu wel. En wat wij verder nog doen, is misschien ook wel leuk voor jullie om te weten... wij zijn eigenlijk altijd 2 dagen in de week online met elkaar. Dus dan, we hebben daarnet ook nog via house... Nee, wat was het ook alweer? Nou ja, videobellen. Hangouts? Hangouts. Google ja. Hangouts. Hebben we onze choreografie geoefend. En gisteren hebben we met videobellen hebben we de hele tekst van de show gedaan. Want we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat we die show niet vergeten. Dus ja... En eigenlijk, ik vind het ook echt leuk om dat van thuis uit te doen. Ja, ja. Ik ben alleen wel een beetje bang hoor, voor die dansjes en zo. Zeker de partnerdingen met de jongens. Ja, we staan nu alles in ons eentje te oefenen. Ik weet niet hoeveel er straks van overblijft als we echt weer in het theater staan, maar ja. Ja, alleen we kunnen niet meer doen dan het zo doen. Ja. Maar ja, ik vind het ook wel spannend, want tussen dit en op een podium staan is wel een groot verschil. Ja, man. Ja, en ook, weet je wel, een liedje inzingen zoals vorige week, dat gaat ook zo moeilijk. Dan moet je echt op mekaar stem met in-ears gaan inzingen. En... Maar ja, het is wel allemaal leuk om uit te proberen. Het geeft ook wel weer nieuwe mogelijkheden of zo. Klopt. Hebben jullie al een eigen huis of wonen jullie nog bij jullie ouders? Ah.
Ik heb een appartementje samen met mijn vriend. Dus ik woon niet meer bij mijn ouders. Ja, en ik woon ook al alleen. Ja. En misschien moeten we Hanne er ook bij halen? Nu? Ja, dat is een goeie. Ja, je moet mij gewoon even verwijderen. Ja, oké. Doei. Laat je verwijderen. Oké, nu ga ik Hanne zoeken. Hanne, oké. Amai, dat was grap. Wacht op Hanne. En... daar is ze! Hallo! Hi. Er waren mensen die wouden weten of je nog bij je ouders woonde of dat je al alleen woont. Nee, ik woon al alleen. Ik heb het gesprek ook gevolgd. En ik denk dat wij alle drie intussen een eigen huisje hebben. Dus dat is wel tof. Zeg, en daar hebben keiveel mensen ook gisteren vragen al doorgestuurd. Ik was aan het denken, misschien moeten we daar eens doorgaan. Ja, goed idee. Of zijn er... want dat waren best wel veel mensen, dus die zullen we ook even doen, hè? Ja, ik denk dat we meer dan 500 vragen hebben gekregen. Ja, klopt. Dat is wel veel. Dat is heel veel. Dus ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen tevreden gaan houden. Maar, wacht, hè. Ah, Hanne, ik zie hier een leuke voor jou. Ja. Oh? Ik zie hier, wat is jouw favoriete Disney-film? Jij bent ook een Disney-fan, hè? Ja, enorm. Dat is een moeilijke vraag. De Kleine Zeemeermin en Up, denk ik. Dat zijn mijn twee favorieten. Maar ik vind echt heel veel films goed, dus het is een moeilijke vraag. De Kleine Zeemeermin, dat klopt ook wel bij u. Ja, ik heb ook rood haren en zo. Even kijken. Okay. Wat doen jullie nu? Zitten jullie thuis? Ja, wij zijn net zoals iedereen inderdaad ja. Nu thuis. Want buiten komen is ja. Zoveel mogelijk afgeraden, enkel wanneer dat het echt moet. En eventueel om te sporten of zo, is het wel toegestaan. Maar voor de rest volgen wij ook de regels die daar voor iedereen zijn opgelegd. Ja, klopt. Wacht, ik ga eens kijken. Hier was een vraagje. Hoe kleden jullie zo snel om tijdens de show? Ja, hoe? Dat weten we zelf vaak niet. Wij worden altijd geholpen door een kleedster of meerdere kleedsters. Dus eigenlijk staan er echt mensen klaar voor ons. Dat als wij opkomen gelopen, dan shotten wij onze schoenen uit. En gaan we snel uit onze kleren en dan leggen zij die al klaar. Vaak al met de ritsen open, de knopen open. En dan gaat dat super snel. Maar er is niet echt een antwoord van hoe dat wij dat exact doen. Ja. Ja, nee. Zo snel mogelijk alle kleren uit in de nieuwe naam. Ja, dat is het. Hè. Dat is echt zo'n beetje survival modus. Altijd zo. Ah! Ja, letterlijk. Dan ja. Zeg je tegen ons, niet roepen, want zorgen jullie. Oké. Okay. Ja. Ja. Aha, hoe reageerde Gert op zijn Oreo die hij heeft gekregen in onze vlog? Ik heb eigenlijk nog niks gehoord van de Gert. Ik ook niet. Ik weet eigenlijk niet of hij die ooit gevonden heeft. Misschien heeft een poetsvogel opgeruimd of zo. En ziet u dat dan nu pas? Moest Gert kijken, Gert. Wat vond je van de Oreo? Ja, laat het ons weten, Gert. We wachten vol spanning. Zijn jullie al eens te laat geweest bij een show? In Nederland is dat moeilijk, omdat wij op hotel slapen. Ja. Voor de rest, echt te laat voor een show nog nooit, denk ik. Nee, buiten Klaasje met de Sinterklaasshow dit jaar, hè? Dat was een beetje... Misschien moeten we dat verhaal eens laten uitleggen. Ja, goed plan. Oké, ik pak Klaasje erbij. Toppie. Met wat was ik te laat? Ik weet het zelf niet meer. Met de Sinterklaasshow dit jaar. Dat wij bijna zonder u op moesten. Oh ja, ja. Ja, ik was vertrokken zondagochtend volgens mij. Vanuit Rotterdam naar Antwerpen. En toen reed ik in de buurt van Breda. Toen hoorde ik een knal. En toen ging mijn auto niet meer zo snel vooruit. En toen bleek dat mijn band lek was. Dus toen moest ik aan de kant van de weg. Maar gelukkig was het vlak bij een benzinestation. Dus ik heb hem daar gezet.
Maar het was wel echt heel spannend, want ik had het precies goed uitgemeten. Het was een uurtje rijden. En ik zou er dan precies op tijd zijn. Maar toen is iemand mij komen halen. Namelijk Marie, van Samson en Marie. Die is mij komen halen, echt super lief. Want ze had toen net even een half uurtje tijd om dat te doen. Maar ze dacht eerst dat ik bij de havens van Antwerpen stond. Maar ik stond van in Breda. Dus zijn we er nog een uur terug en dan weer een uur naar Antwerpen toe. Maar goed, toen uiteindelijk hebben we het gehaald en was ik net op tijd om het podium op te gaan. Ja, tegen ons werd zo gezegd van, ja, Hannen en Marten, als Klaasje er niet is, gaan jullie met twee opgaan. En wij dachten echt, met twee opgaan, hoe gaan we dat doen? Ja. Dus Hannen en ik waren zo aan het zeggen, waar is Klaasje naar een tekst? Hoe moeten we dan gaan staan? Hoe moeten verdelen. We dat doen? Maar alle geluk was je er op tijd toen. Ja, dat was wel echt ook iemand bedankt, Marie. Ja, Marie mag bedankt worden. Ja, inderdaad. Ja. Marie heeft ons echt gered die dag. Ja. Kijk hoor. Staan er nog andere vragen tussen? Ha, misschien wel een leuke. Als je morgen wakker zou worden met een extra eigenschap of vaardigheid, wat is dat dan? Oeh. Een extra eigenschap. Nou, ik weet wel iets. Ik zou wel iets minder rommelig willen zijn. Want het lijkt niet zo alsof ik rommelig ben, maar ik ben het wel. In huis dan vooral. Ik merk vooral nu, omdat er nu zoveel thuis zijn, ik vind het gewoon heel moeilijk om continu alles netjes te houden. Dus dan ligt daar wel een stapel papieren en dan ben ik daar weer bezig geweest. En ja, ik heb niet echt... Ik zou iets beter willen zijn in het opruimen. Dus opruimen. En Hanne wilt graag handig zijn, stuurt ze. Oh, dat moet ze zomaar even uitleggen. En jij? Ik ben aan het denken, ik zou misschien wel graag leniger zijn. Ik ben echt een plank. Maar echt, ik ben echt een plank. Van ons drie, jullie kunt zo bijvoorbeeld als jullie benen gestrekt zijn met jullie handen aan de grond, ik kan dat niet. En dat is wel iets, ik zou dat wel graag kunnen. Met mijn handen aan mijn tenen kunnen. Als mijn benen gestrekt zijn. Misschien kan je dat wel oefenen. Misschien komt het dan wat meer. Of denk je van, nou, nee. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat het ervan komt. Allee, zo kende het zo met de danslessen. Wij stretchten altijd en ik voelde wel dat ik leniger aan het worden was. Maar omdat dat nu gestopt is, oefen ik thuis die lenigheid niet echt meer of zo. Ja. Ja, het is ook gewoon moeilijk om thuis dat soort dingen dan te blijven volhouden als je niet meer echt dansles hebt. Ja. Ja. Oké, even kijken hoor. Vind ik nog een leuke vraag. Ire. Als je je haar zou verven, welke kleuren zou je willen hebben? Ik heb altijd zo acajou willen hebben. Ken je dat? Nee. Dat is zo tussen bruin en rood. Zo wat bordeauxpaars. Beetje dat kastanje. Ja, maar zo een rode schijn of zo erop. Ja. Oh, mooi. Als kind vond ik dat altijd mooi bij andere mensen. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik vind dat wel heel mooi. Ja. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik denk dat ik wel blond zou blijven, want eigenlijk ben ik donkerder van mezelf. Dat zie je ook wel een beetje er doorheen. Zeker nu in quarantaine. Nee, ik denk wel dat ik blond zou blijven. Alhoewel, misschien dat een beetje donkerder bruin is ook wel een keer leuk, denk ik. Als ik een keer brunette ben. Ja. Dus je moet aan Hannen ook nog eens vragen. Ja, is goed. Verwijder me waar. Zie je zo, hè? Doei. Ha, smakelijk. Dank u. Ja, ik was niet voorbereid ineens, omdat we gaan Hannen erbij halen. Ik dacht, ah. Dat is niks. Het is niks. Van haarkleur. Oh. Ik heb eigenlijk best veel al gehad. Hè. Ik ben ooit een beetje per ongeluk zwart geweest. Dan heb ik mijn haar rood gekleurd. Dat was net voor K3 zo K3. Was dat knalrood. En dan ben ik dat zelf beginnen kleuren met zo'n pakketjes uit de supermarkt. En dan werd dat zo wat paarsig. En dan is het ontkleurd en ros gemaakt. En in de loop van K3 is mijn haar ook wel al een beetje veranderd. Want intussen is het zo
gedaan. Dus ja, je hebt ook zo af en toe zo net een tikje donkerder of een tikje lichter. Ja, inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik vind eigenlijk zo van dat bruin haar met zo blonde puntjes. Zo'n ombre, dat vind ik eigenlijk echt kei mooi. Ah ja. Ja. Maar ik ben wel super blij met mijn roze haar. Ik vind dat mooi bij mijn passen. Dus ik weet niet of ik het zou veranderen, maar op zich, dat vind ik altijd wel mooi. Als ik zo'n meisje zie met van dat bruin haar met zo wat blondere punten, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wel mooi. Ja. Ik heb dat ook wel, als ik naar andere mensen hun haar kijk, dan denk ik, amai, dat is mooi, maar niet per se bij mij. Ja. Dat kan ik wel hebben. Ja, inderdaad, ik heb dat ook vaak. Ik denk, oh, dat is mooi bij die persoon. Want ik vind dat bijvoorbeeld ook bij u. Ik vind dat je kei mooi zwart haar hebt, hij is zo bruin. En ik denk dat jij mooi mee staat, dan denk ik altijd, oh, Martin heeft zo mooi haar. Maar ik zou het hart, ja, kei bleek zijn. Dus ik zou ja, dat is waar. Dus, klopt. Zo eens kijken, hè? Ja. Of er nog iets is. Ja. Eens kijken. Ik zie veel vragen over goede tips om je niet te vervelen en wat doen jullie in quarantaine en zo in het algemeen. Ja. Daar is. Bij mij, ik hou mij zo. In het begin heb ik heel veel opgeruimd. Zo al mijn kasten uitgekuist, mijn kleerkast opgeruimd. Veel gepoetst ook in huis. En dan, nu dat dat allemaal gebeurd is, begin ik zo aan meer te puzzelen. Koekjes te bakken, cake te bakken. Af en toe in de tuin gewoon wat liggen of gaan wandelen. Films kijken. Spelletjes spelen. Ja, zo die dingen eigenlijk. Wat doe jij zoal, Marty? Goh. Ik ben ook vooral aan het opruimen en zo mijn was aan het bijhouden. Zo ja. Aan het wassen. Strijken, dat is er nog niet van gekomen. Ja. Maar ik heb vooral veel van de truitjes die dat ik aan doe. En ja, joggingbroek. Dat is super gemakkelijk. Nu moet eigenlijk moet je niet echt letten op wat ik moet aandoen. Nee. Dat is wel tof. Talig, hè? Ja. Ja, en voor de rest, ik zeg het, ik ben aan zo met TikTok dan zo wel wat bezig geweest nu. En zo met jullie veel gesprekken, hè? Zo danslessen, onze teksten oefenen. Ja. Voor de vlog ook wat dingen opnemen, want dat blijven we ook gewoon doen. Want ik zie er veel vragen komen, maar komen er nog vlogs? We zijn ook volop aan het vloggen, ook al zitten we binnen. Dus we proberen zo jullie allemaal wel een beetje op de hoogte te houden daarmee. Dus dat vooral. Klaasje zei, same here, jogging for life. Strijk mag je opsturen, maar dat doe ik graag. Oké, Xiaomi. Oh, hij komt eraan. Ik ben het adres. Jogging for life, ja. Ik denk dat veel mensen fan zijn van de jogging momenteel, als ik zo zie. Ja, je moet minder lang nadenken wat je gaat aandoen. Ja, dat is hè. Dat is zalig. Eens kijken. Worden jullie nooit moe van al die optredens? Vraagt iemand. Goh. Ik moet zeggen dat ik kijk super hard uit naar de optredens. Maar we hebben zo bijvoorbeeld vorig jaar dat wij zo elke week 9 shows hadden. En mijn lichaam was toen wel heel moe. Ik had zowel heel veel zin in de shows, maar mijn lichaam wou soms niet mee. Ja, ja dat is. Ik wou ook zeggen, van, het hangt ervan af wat je bedoelt met moe zijn, als in moe zijn, slaperig, of het moe zijn als in het beu zijn. Want ik denk niet dat optredens echt beu bent, want dat blijft altijd leuk en er zit altijd ander volk in de zaal, dus je hebt wel altijd zo opnieuw iets van, ah. Maar inderdaad, lichamelijk worden wij daar wel moe van. Omdat dat wel, het is wel zwaar. En zeker vorig jaar hebben we echt extreem veel gedanst. En daar gaat de lift in en zo. En wij zijn dat niet echt gewoon. Dus dan voelde ik ook wel echt, dan was ik echt zo'n botje als ik naar huis ging. Dan had ik ook echt 2 dagen nodig, op maandag of dinsdag of zo. Om echt gewoon heel de dag te slapen. En ja, gewoon zo echt
uit te rusten om er dan weer tegen te kunnen. Dus in dat opzicht, ja, je wordt daar wel moe van, maar je krijgt er ook veel energie van. Omdat ja, dat gevoel om op te komen en iedereen applaudisseert en meezingt en zo, dat voelt echt, hè, dat geeft mega veel energie. Dus. Ja, klopt. Ik zie ook veel mensen dat vragen om iets te zingen. Het ding is wel, we zijn hier met drie. En we hebben dat vorige week hebben we interviews gehad met de radio en we hebben dat geprobeerd, maar het loopt dus niet synchroon. Dus nee. We zingen eigenlijk met een paar tellen verschil, ja. Waardoor dat het niet zo gelijk loopt. Maar ja, we moeten dat misschien nog eens bekijken na het liedje van Handjes Wassen, of dat we misschien zoiets niks leuk kunnen doen. Dat is een leuk idee. Om misschien zo nog eens een liedje te zingen samen. Ja, inderdaad. Dat is een keigoed idee. Hoe gaat het met jullie huisdieren? Hoe gaat het met uw kat? Goed. Ik denk dat hij blij is dat ik veel thuis ben. Die is ineens terug zo wel veel aanhankelijker. En die komt echt zo kopjes geven en zo. En dan denk ik, oh, he loves me. Ik heb wel gelezen, want bij mijn katten, ik was eigenlijk niet heel veel thuis. Ja. En ik las zo wel dat katten last kunnen hebben van het coronavirus, al zien dat hun baasje nu veel meer thuis is en dat dat gek voelt. Ah. En ik merk zo wel aan mijn katjes dat die de ene keer zijn super aanhankelijk, maar als ik dan zelf naar hen kom, moeten ze er niks van hebben. Ah ja, hard to get, hè. Ja, ja, dus dat merk ik wel. Ja, ik ben ook altijd zo, Ollie, Ollie. En aan het moment dat je stopt, dan kijkt hij zo. En als je er niet meer op let, dan komt hij. Maar als je ja. zo, dan komt hij. Dan kijkt hij zo naar u van... Katten zijn koppig. Ja. Oh. Ben jij naar de Mol aan het kijken, Marten? Wel, ik heb een paar afleveringen gezien, maar ik volg het niet op de voet. Ah ja, oké. Okay. Want er vroeg iemand, wie denken jullie dat de Mol is? Wie denk je? Ik ben daar kei slecht in. Ik was, wat was het? 2 weken geleden zei ik, het is Bruno. En dan vloog Bruno eruit. En dan zei ik, het is Els. En nu ben Els eruit. Dus, ik zou daar kei slecht in zijn. Ik weet het niet. Nee, ik heb zo nog niks gezien dat ik dacht, ik denk continu dat iedereen de mol is. Dus ja. Misschien met jij de mol wel. Of Klaasje. Ik zeg het niet. Van mij gaat er niks horen. Oh. Oh, liedjes verklappen van in de nieuwe show. Dat is misschien wel tof. Dat is wel leuk. Zou dat mogen? Ja, hè? Oh, ja. Ja. Trouwens, we zijn laag, dus ze kunnen er niks aan doen als we het doen. Wat gaan ze doen? Als ze thuiskomen? Oké, maar weet je, we zullen Klaasje dan anders laten doen. Ja, hè? Ik haal Klaasje erbij. Dan kunnen we het op Klaasje steken. Ja, dan heb ik niks gedaan. Tot zo, hè. Tada. Ja. Hey. Dus ik moet het gaan verklappen. Ja. Oh, ik denk dat ze al een paar nummers wel weten. Er zijn ze wel al in de vlog en online, zo in stories, wel al wat nummertjes voorbij gekomen. Ja, hè. Feestje in de keuken. Ja. Of was die nog superhero? Superhero? Misschien nog eentje? De nieuwe? Ja. Even denken hoor. Die ene met... Mogen die verklappen? We hebben hem geneuried, tenminste dat ja. Ze hebben gehoord. Ja, jullie mogen raden welke het is. Oh, Hanne. Hanne zegt, wauw, jullie zien er echt super goed uit. Oh, lief. Mo. Jij ziet er ook goed uit. Oh, hilarisch. Ik had nog vraagjes gevonden, hè? Ik dacht, ja. Dus even wat zoeken. Oh ja, hier had ik er eentje. Hoe heet jullie groepsapp met z'n drieën samen? Dus hoe onze groepsapp heet. En ja. Ik heb het opgezocht, want ik wist het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het is dus K3, regenboog, H, oranje blokje, K, oranje blokje, M. Klopt. Maar we hebben heel veel K3 groepen eigenlijk, hè? K3 Social, nog iets met K3. En overal zitten roze hartjes bij. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer in welke groepsapp je allemaal zit. Maar ja, dat is waar. Dat is dus die van ons drietjes samen. Ja, daar zitten wij echt enkel alleen in. Ja.
Even kijken of ik nog iets had gevonden. Oh ja, Hanna zegt het hier. K3 Dancing, K3 en Stefan, K3, HKM. Ja, superveel WhatsApp groepen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Oh, Hanna is ook even online. Oh, mis jou ook, Hanna. Weet je wel? Van die werkt bij Bert, bij onze tour. Ah, ja. Hanna Laforst. Oké, al zo leuk dat die ook aan het volgen is. Ja. Ik hoop ook snel dat de tour gaat beginnen, want ik heb er zin in. Woe. Ja, ik ook. Ik zag hier trouwens van iemand die dat zei, dat ze tickets had voor de K3-show in Gent. Maar dat die dus nu verplaatst is en dat ze dus nu niet meer kan komen of dit of dat. Is daar een oplossing voor? Ja. Ja, ze gaan er proberen rekening mee te houden dat zowel iedereen dat al tickets had, gaan ze proberen over te zetten. Indien dat niet kan, ja, gaan ze proberen met iedereen een oplossing te zoeken wanneer dat het wel mogelijk is om te komen kijken. Zodat je alsnog wel naar een van de shows kan komen kijken. Al is het op een andere plek dan. Ja, klopt. Ere, Klaasje, heb jij nog Chateau Meiland gekeken? Ja, dat heb ik vorige week nog gekeken. Oh, het was echt hilarisch. Martien Meiland, die begon dus ons liedje te zingen. Echt super schattig. Echt? Ja, voor zijn kleindochter. Stond hij ergens op een markt, had hij een gouden microfoon gekocht voor zijn kind. En toen was het Afrika. Leuk. Ja, superleuk. Toen had ik een stukje gefilmd en online gezet. En toen zei ik, wie weet, een samenwerking ooit. Met Martien Meiland. Lijkt me wel gezellig. You never know. Ja. Even kijken hoor. Oh, hier een vraag over The Voice. Wat vinden jullie ervan dat kinderen niet snel voor jullie kozen bij The Voice Kids? Oeh, ja. Dat was vorig jaar wel echt een beetje opvallend, hè? Toen had ik het er best wel moeilijk mee. Maar ik heb het idee dat het dit jaar wel helemaal is omgeslagen. Ik denk dat mensen nog niet zo heel goed wisten hoe wij zouden coachen in The Voice Kids. Maar dat mensen dat misschien nu wel gezien hebben. En ik vind juist dat we, doordat we met z'n drieën zijn, wel heel veel te bieden hebben. Dus ik heb dat dit jaar eigenlijk helemaal niet zo ervaren. Maar vorig jaar inderdaad wel. Toen vond ik het wel frustrerend af en toe, hoor. Ja, je voelde dat ook echt, hè? Dat eigenlijk alle plus 13-jarige, ja, wij wisten gewoon als we ons omdraaiden van, ja, het schip is verzonken als er iemand anders zich omdraait. Maar dit jaar viel dat eigenlijk heel goed mee. Ja. Dus is dat inderdaad wel omdat de mensen wel gezien hebben dat wij daar heel nauw bij betrokken waren. En dat wij niet alleen Nederlandstalige K3-nummers aan onze kids geven, maar dat wij echt wel allround zijn of zo. Ja, ik vond dit jaar soms echt heel verrassend als ze voor ons kozen. Dat ik dacht, hè? Iedereen is eigenlijk gedraaid en ze kiezen toch voor ons. Dat was echt wel leuk. En ik vind ook wel, ja, uiteindelijk, elke coach doet het natuurlijk heel erg op zijn eigen manier. Maar ik denk dat het bij ons juist de kracht is dat we met z'n drieën zijn. Dat je alle drie ergens anders in thuis bent en weer hele andere tips kan geven aan de kids. Ik denk dat dat juist heel erg onze kracht is. Dat vind ik wel heel cool. En ik heb ook wel het idee dat we nu een supergoed team bij elkaar hebben. En we hebben trouwens, dat is ook wel leuk voor jullie misschien om te weten, we hebben al een keertje workshops gegeven online. En dat blijven we eigenlijk doen de komende weken. Want de halve finale en de finale zijn, zoals jullie weten, natuurlijk een beetje uitgesteld. Dus die opnames kunnen op dit moment niet doorgaan. Maar we zorgen wel dat we met onze kinderen elke week even contact hebben. En ja, dat ze helemaal klaar zijn straks voor de halve finale. Dus dat vind ik wel echt superleuk. Dat dat alsnog wel gaat online. Mm-hmm. Dan ben je een beetje vertraging vaak, maar. Ja, of wat zoeken in het begin. Ja. Oh, ik ben al eens doorgegaan voor de voorrondes van The Voice Kids. En zou echt voor jullie kiezen, van Estelle. Oh, leuk. Dat is wel leuk. Ja.
Wat zijn jullie bijnamen? Ah, wel een leuke. Ja. Ik denk dat wij tegen jou... Klaas? Klaas vaak, hè? Ja, ja Klaas. Niet Klaas vaak, maar Klaas. Ja. Even kijken hoor. Wat zeggen we tegen Hanne vaak? Hanny? Ja, en soms vermannelijken we de woorden, hè? Dan is ja. Het Hans. Hans of Hanny? Ja. En Marty. Ik denk dat bij mij Marty is, hè? Ja, Marty Party. Dat komt in de shows vaak voor. Ja. Kijken. Oh, iemand stuurt een banaan. Leuk. Mogen jullie nu nog afspreken? Oh, nou. Ik denk dat je het antwoord wel kan zien, misschien. Mag dus helaas niet. Nee, wij moeten net zoals iedereen gewoon thuis blijven. En zo weinig mogelijk buiten komen als het nu moet. Ja. Inderdaad. Dus je probeert echt je kring zo klein mogelijk te houden. Dus geen vriendinnen, geen vrienden, geen familie, geen opa's, oma's. Geen, ja, eigenlijk zo weinig mogelijk. Daar moet je echt voor zorgen. En ik heb toevallig gisteren, was er in Nederland een documentaire op tv. En dat ze hadden gefilmd op de corona-afdeling in het ziekenhuis in Nederland. En dat vond ik echt heel aangrijpend om te zien. En toen dacht ik, ja, we mogen echt niet vergeten wat de reden is van dat we allemaal thuis zitten. We zitten echt niet voor niks thuis. Het is echt, echt ja, heel ernstig hoe die situatie is daar in het ziekenhuis. Ja, en vooral voor veel mensen die denken het is een ver van mijn bedshow. Dus ja. Het komt niet dichtbij, dus het zal bij mij wel niet komen. Maar ja, zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En je moet juist binnen blijven om juist je hele omgeving ook te beschermen. Dat is gewoon het belangrijke. Dus ja, daarom mogen wij elkaar ook niet zien, helaas. Nee, klopt. Zijn jullie al een keer verhuisd? Ja. Ik ben denk ik al iets van 6 keer verhuisd of zo. Echt? In mijn leven, ja. Wow. Maar waarvan wel 3 keer in Antwerpen. Oh, zoiets, denk ik. Okay, ik zal zelf... Van thuis naar hier. Van mijn mama naar hier eigenlijk gewoon. Ja. Dus 1 keertje. Ja. En misschien moet ik Hanne er ook eens bij halen. Want ik wil dat van Hanne eigenlijk ook wel eens weten. Ja, ik vraag het maar. Doei. Tot zo, hè. Ik ben, denk ik, eigenlijk ook maar 1 keer verrust. Van, ik heb op kot gezeten, maar ja, dat is niet echt verhuizen. Dat is zo een deel dat je dan meeneemt. En daarna van mijn mama naar hier. Dus ik ben ook eigenlijk 1 keer verhuisd. Voorlopig. Voorlopig. Hey Ines. Oh, er wil iemand met ons trouwen. Oh. Met ons alle 3. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Ja, met de voice kit. Normaal gezien hadden we de finale al opgenomen. Maar die is ook niet kunnen doorgaan, omdat we geen opnames meer moesten doen, maar in de kamer moesten komen. Dus we zijn nu eigenlijk volop aan het repeteren van de kit via Skype, oftewel wat wij nu doen eigenlijk. En vanaf dat we nu samen mogen komen, gaan we het nog mogelijk de halve finale in de finale opnemen. Er is iets met je geluid, denk ik. Marten, kan dat? Hoorde mij niet meer? Ah, nu wel. Ja, oh. Het was een beetje gedempt zo. Ah, ik denk dat ik me de vinger ervoor hield. Ja. Sorry allemaal. Ja, dus met de voice, de halve finale, kon niet opgenomen worden door het coronavirus nu. Maar we zijn dus met onze kids via Skype aan het repeteren op hun nummers. En vanaf dat we kunnen, gaan we de halve finale en de finale opnemen. Er vraagt iemand waarom onze armen altijd zo wit zijn.
Waarom onze armen wit zijn? Misschien met licht of zo? Tegenover ons hoofd, omdat we ons hoofd misschien een beetje schminken, maar... Ah, ik weet niet. Zijn onze armen zo wit? Het is mij nog nooit opgevallen, eigenlijk. De eerste keer dat ik jullie zie, ga ik daar eens op letten. Ja. Waarom zijn onze armen zo wit? Hallo, Aagje. Dag, Aagje. Dag, Klaasje. Oh, oh, hey, Klaas. Jullie sturen zo grappige vragen. Wat vinden jullie van het Plopsa-personeel dat jullie begeleidt? Ja, die mensen doen dat super. Ja, zeker in de parade als het regent, dat is eigenlijk wel een beetje erg. Ja. Zij moeten altijd in de regen lopen en onze paraplu vasthouden. Ja. Maar we zeggen altijd, kom mee onder de paraplu. Ja, ja. We geven onze paraplu's af, zodat wij er maar onder ene kunnen zitten. En dat zij toch ook een beetje onder de paraplu kunnen lopen. Ja, inderdaad. Echt, ja, dat is altijd zo van, allu. Ja. Komt er deze zaterdag een nieuwe K3-vlog online? Ja! Dus deze zaterdag komt er gewoon weer een K3-vlog online en gaat een beetje zien hoe wij ons bezighouden nu in quarantaine. Ja. Paraplu parade tijden, wat een tijden. Als er nog vragen zijn, want veel mensen sturen zo, hallo, wil je mijn naam zeggen? Hallo. Elke 2 weken een nieuwe vlog, zegt Klaasje. Hoeveel concerten dat wij al gedaan hebben? Oh, dat weet ik niet. Wel veel. Ik weet, de afscheidstour, dat waren er meer dan 120. Ja. En we hebben ondertussen, zouden we nu aan onze 4e? Of 5? Wacht, dus de afscheidsshow. Ja. Dan hebben we de Mr. Rainbow. We hebben de Vlinder, we hebben de Mottige Mot. En we hebben met Mr. Rainbow, dat is 5. Maar Vlinder en Mottige Mot is hetzelfde, hè? Ah, oei. Maar... Dan is het nu de 5e misschien. Maar nee, nee, we vergeten de ruimte. Met Mr. Ik heb ja, dus space. Mr. Rainbow. Space. Captain Space. Oh, Captain Space. Ja. En dan... Dan de Vlindershow. En dan 20 jaar al? Ja. Oké, okay, en is dit de 5e? Ja, amai. Dan heb ik gewoon, zolang wij K3 zijn, elk jaar een tour gedaan. Ja, klopt. Amai. Amai. We zijn ik vraag mij zo wel af of dat wij die teksten nog zouden kennen. Ik moet zeggen, soms als jullie iets zeggen, op een bepaalde intonatie, dan word ik echt zo teruggecatapulteerd naar shows. Als iemand zo... Oh, of allee, ik weet niet, zo van die extreme dingen, dat ik zo denk, oh my god, dat is exact van die show. Yeah. Allee. Ah, Marten, iemand vraagt wat ons lievelingseten is. Aha. Witloof in de oven. Jam, jam, jam. Van ons allebei, by the way. Yeah. Liedje handjes wassen vind ik goed bedacht. Wat leuk. Hoe zouden jullie heten als jullie een jongen zouden zijn? Ik denk dat ik Rob zou heten. Ik weet niet, na mij, ik heb een jongere broer en nog een jongere zus. En mijn broer heet Mathis. Dus misschien had ik dat Mathis geheten? Ah, weet dat niet. Eigenlijk. Ja. Stel je voor. En dan had mijn broer nu misschien Marten. Nee. Geen idee. Grapje. Wat zijn gênante momenten op het podium? Heb jij zo niet de afgelopen show dat uw rokje? Oh! Ja! Oh my god, ja! Oh, dat ja, was toch, hè?
Dat was heel gênant. Ja, we hadden zo'n tutu. En omdat die heel snel aan en uit moest, was dat maar met één knoopje toe. Dus niet met een rits of zo. Dat was gewoon één haakje. En het beste was, we hadden zo net een hele dans gedaan. En op de maat van het nummer, dat was ta-da-da-da-da-dan. Poef! En op die poef viel mijn rok naar beneden. Maar ik heb superveel chance gehad, want mijn danspartner Bartje, die heeft die keisnel, of was het Antar, dat weet ik niet, die had keisnel die rok terug aangedaan. Dat was echt, dus ik denk dat veel mensen het gemist hebben. Als die nu toevallig naar Marten of Klaasje of naar het ballet keken of naar de decor, dan zullen die dat niet gezien hebben. Maar, oh, ik had keirooie kaken. Ik had echt zoiets van, oh, ik heb hier mijn onderbroek gezet. Oh, en toen hebben ze er een extra knopje bij gezet. Daar was ik wel blij om. Dat hebben ze bij mij. Ik heb dat voor gehad met de repetities toen. En bij mij hadden ze er al een extra knopje op gezet. Dus bij mij kon het niet meer. Nee, dat is waar. Dat is waar. En ik zag hier van veel mensen de wespen. Wij hebben tijdens de zomer vaak wespen op het podium gehad, hè? Ja, klopt. Dan hebben we ook een paar gênante momentjes gehad. Ja, maar vooral omdat je zo, je wilt het goede voorbeeld geven. Je wilt zo niet mega hard in paniek schieten of beginnen slaan of zo. Wat je absoluut niet moet doen als je een wesp ziet. De webs. Maar... ja, ik denk dat wij daar alle drie gewoon toch een beetje bang van zijn. Hè? Dus dat ons ja. Ik zie hier van Lotte. En de oorbel van dat kindje dat vast in je Marten haar tulle rokje. Oh, ja, dat is ook zo erg. Oh. Dat was super erg. Wij gingen in het publiek bij Kumahé. En er was een kindje dat mij wou komen knuffelen, maar wij hadden een tulle rokje aan. En dat kindje haar oorbel hing vast in mijn tulle rokje. Maar wij kregen dat er niet meer uit. Dus dat kindje ging eigenlijk zo met haar koppetje zo... en met de rokje zo wat te hangen. En dan zijn mensen echt komen helpen om dat los te krijgen. Oh, ja. Maar we hebben dat ook vaak met pailletten, hè. Als we een meet and greet hebben. En dan komen zo, hè, meisjes met mega lang haar. En dan doen die zo. En dan hangen die vast. En dan is dat ook zo... sorry. Ja. Dus, wist u haar vast doen eigenlijk? Als je dan een meet and greet... Best, al het haar weg. Zit dat in een kappetje of zo? Zo netje, zo. Oh. Ah, de val van Klaasje, dat was ook wel... Allee, maar dat was niet zo gênant, vond ik. Omdat die heeft dat keiknap opgelost. Hè. Die is super hard gevallen en die stond voordat je het weer terugrecht. En die zei, gaat goed! Hup, en die zong gewoon verder, hè. Dus... klopt. Dus, en die dat ook... bij mij wat anders geweest, denk ik. Had ik gevallen, ik had er nog gelegen nu. Dan moeten ze zo komen halen met een brancard, zo. Maar jij slaagt ook vaak je voeten toch om, hè, niet? Maar zelfs als ik stilsta. Dat is echt erg, dat zijn wij in gesprek. En ik kan dan echt gewoon mijn voet omslagen. Ook al doe ik niks. Erg eigenlijk, hè. Ik ben echt lomp. Maar... ah, kan de beste overkomen. Kunnen jullie elkaar nadoen? Kunnen we elkaar nadoen? Ik weet dat wij vroeger bij Klaasje altijd hetzelfde deden. Als ze zeiden, doe iets wat Klaasje altijd doet, deden wij altijd hetzelfde. Ah ja, zo. Maar eigenlijk doet ze dat niet meer zo vaak. Nee. Maar ik denk toen ook niet. Dat was gewoon iets waar wij iets van gemaakt hebben, dat we grappig vonden, wat we dan nadeden. Maar eigenlijk doet hij dat niet vaak. Nee, ze is aan het volgen. Ze zegt, ja! Oh, zwaar. Maar Klaasje kunt het makkelijk nadoen met een Nederlands accent, denk ik. Ja, dat is waar. Ah ja, ze zegt het, ga eens met een Nederlands accent praten. Jij kunt dat wel goed. Ja, maar Klaasje die heeft eigenlijk niet echt zo'n typisch... die heeft eigenlijk een heel zachte uitspraak, denk ik. Niet? Alleen naar G. Die heeft echt zo'n Nederlandse G, hè? Ja. Maar jij kunt eigenlijk heel goed dingen en mensen nadoen, vind ik. Welk? Oh, dank u. Ik zei, oh, dank u. Ja, nee, ik vind dat... ja? Allee, jij, ja? Ook zo accentjes, zo West-Vlaams en van in Hasselt en weet ik veel wat. Jij kunt dat allemaal zo goed. Ja, maar ik had dat vroeger ook als ik zo'n vriendinnetje had, dat een
bepaald accent had, dan nam ik dat over. Wat dat eigenlijk heel irritant was. Want mijn broer zei dan altijd zo van, allee Hanna, omdat op een gegeven moment had ik zo een Marokkaanse vriendin. En dan begon ik ook zo Marokkaans te babbelen. Maar dat was zo helemaal fout. En dat, allee, die zei dan ook van, Hanna, maar weet je eigenlijk wel wat dat je aan het zeggen bent? En ik zo, nee, maar mijn vriendinnen doen dat ook. Dus, hè, zo. En ik heb dat ook, als ik veel met Antwerpenaars optrek, dan begin ik ook platter te praten of zo. Allee, of als ik veel in Leuven ben geweest, begin ik zo wat Leuvens te praten. Dus is dat zo? Doe eens West-Vlaams. Wat is West-Vlaams? Dat is zo met wat aardappelen in je mond, of niet? Ik denk dat dat een beetje van een Denis, hè? Een beetje van zo, maar... een van zo de boeren, dat ze gelijk dat ze zeggen. Zo. Yeah. Ja. Of nee, ga je zo, is dat niet West-Vlaams? Zo, vrie... Nee, dat is Hens misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Lijken ze wel allemaal op elkaar. Ja, dat is een pot nat. Hij begeeft ze op glad ijs, hè? Zo. Oh, mijn beeld... mijn beeld is blijkbaar slecht. Misschien moeten we nog eens naar Klaarsje switchen. Ja, perfect. Oké, okay. Tada! Doei! Zeg Klaarsje, misschien moet jij dan ook eens Antwerps praten. Antwerps? Ah, nee, volgens mij... Allee, ik had toch geen Antwerps klappen, zullen? Ik had toch geen Antwerps klappen, zullen? Oh, hilarisch. Oh. Hey, ik was dus aan het denken, we zijn nu bijna een uurtje live. Ja. Maar misschien moeten we even zeggen tegen de mensen dat we dit volgende week weer gaan doen. Ja? Ik vind dat leuk, want we hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden, hè? Nee, en er komen er steeds zoveel binnen. Ja. Dus alleen zeg, dan kunnen we volgende week nog eens een keertje. ja, ik zou zeggen, volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd. Ja. Misschien. Dus gewoon weer donderdag, 4 uur. Zorg dat je erbij bent. En, dan en denk na over leuke vragen. Ja. En misschien dat ze op voorhand ook wel berichtjes kunnen sturen als iets. Ik zag bijvoorbeeld dat mensen vroegen, zoals nu, om een accent te doen. Als we zoiets hebben van, we willen jullie dit graag zien doen, en dat is een leuk idee, misschien kunnen we dat dan wel laten zien. Ja, goed idee. Geef ons maar wat te doen thuis. Ja, geef ons wat huiswerk. Ja. Kijk hoor, of er nog leuke dingetjes binnenkomen. Ze zou niet direct nog een vraag binnenkomen. Nee. Jongens, kom op, kom op. Die laatste vraag. Hoe vind je het om zo met veel Belgen te zijn, Klaasje? Oeh, dat vind ik gezellig. Kei gezellig. Yes. Ja. Nee, ik vind het echt top. Ik vind Studio 100 echt een leuk bedrijf. En juist nu, omdat we nu zoveel afstand hebben, ben ik echt heel blij dat we via computer nog kunnen bellen. En dat we elkaar toch zien in vergaderingen. En dat we die show ook een beetje warm kunnen houden. Want ik ben nog steeds echt bang om het te vergeten. Maar ja, komt goed. Ja. Komt goed. Dat zeg ik elke dag tegen mezelf. Komt goed. Voordat we gaan slapen. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Ja. Oh. Alright. Nou, ik denk dat we hem zo gaan afsluiten. Maar weet jij hoe je moet opslaan? Ja, ik denk beëindigen drukken en dan direct op 24 uur opslaan, toch? Of niet? Ja, ik denk het wel. Maar moet hij dan ook in je mobiel opgeslagen worden? Dat we hem sowieso nog hebben ook? Volgens mij wel. Maar ik weet niet goed. Ik denk dat je dat bovenaan ook kan aanklikken of zo. Ja, ik en kan het best doen. Anders, niet, mensen wisten die bos. Anders kunnen we altijd die van volgende week weer opslaan. Ja. Oh, woon je in Nederland nu of in België? Nee, ja, ik woon nu in Nederland, jongens. Oh, Hanna gaat stuk. Hanna is keihard aan het lachen. Hoe je met? Ja, ik denk het ons. Omdat we niet weten hoe we dat ding moeten opslaan. Alright. Nou, jongens. Hey, onze gitarist. Ah, ja.
Leuk, Tommy. Hi. Alles goed? Duimpje omhoog. Alright. Oké, ik zal Hannah ook nog even dag laten zeggen. En ja. Dan zien we iedereen volgende week. Volgende week, donderdag om 4:00. Tot dan. Doei. Ja, ik kom eigenlijk gewoon dag. Hi. Dag. Dag allemaal, dankjewel om te kijken. Onthoud je vraag als ze nog niet beantwoord is. Stuur ze door, we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ja, doei. Dag.